Vandaag zijn we voor het programma Zaan 22 bij de vuilstortplaats van Nauwena, waar we afgesproken hebben met Melchior Mattens van de Partij voor de Dieren. Het waait alleen zo hard, we gaan lekker naar binnen. Vandaag zijn we voor het programma Zaan 22 in Nauwena en we kijken uit op de stortplaats. We zitten hier omdat Melchior Mattens van de Partij voor de Dieren ons heeft uitgenodigd. Melchior, welkom. Dankjewel. Nauwena, storthoop, vuilnisplaats. Wat brengt ons hier? Nou, de reden dat we hier vandaag zijn heeft er vooral mee te maken dat deze stortplaats eigenlijk het symbool is van hoe wij met onze leefomgeving omgaan. Dat alles wat wij produceren, consumeren en uiteindelijk weggooien, dat we daarvan niet weten wat we er eigenlijk mee moeten doen. En dat het hier op een grote centrale hoop is geëindigd. Al heel lang natuurlijk, maar het gaat nog steeds door. Het blijft nog steeds bijgestort worden en dat laat eigenlijk in onze directe leefomgeving zien hoe groot het probleem is waar je daar vervolgens door voor gesteld kan worden. Maar we recyclen toch heel veel van ons afval, er wordt heel veel verbrand in Alkmaar volgens mij. Wat komt hier nog terecht dan? Ja, bijvoorbeeld alle restproducten van Tata Steel eindigen nog steeds hier op het westelijk deel van deze grote vuilnisbelt. En er blijft dus nog steeds een hele hoop troep bij komen, nog los van alle troep die er al ligt. Met alle risico's voor de omgeving van dien ook voor de toekomst. Hoe ga je dit zo'n grote berg onder controle houden, zeker als je gewoon door blijft gaan met de stort. Dus wat ons betreft gaat het om twee richtingen. Het gaat over hoe voorkomen we dat je moet storten. Hoe gaan we onze leefstijl, leefpatronen, als Zaanstad maar ook breder, zo inrichten dat je niet meer zoveel hoeft te storten. En dat je daarmee meer binnen de grenzen van de aarde blijft. En anderzijds, hoe ga je om met dit grote acute probleem wat hier ligt. Want er ligt nog zoveel, ook dingen die we niet weten, wat we echt, ja, echt heel nauw in de gaten moeten houden wat er precies gebeurt. Je zegt in Zaanstad willen we dat aanpakken en ook breder. Partij voor het Dier is natuurlijk een landelijke partij, maar hoe zie je dat in Zaanstad? Nou, we hebben natuurlijk een planeetbrede visie. We kijken naar wat is er nodig om deze aarde leefbaar te houden voor jonge en toekomstige generaties. En die planeetbrede visie proberen we ook op het lokale toe te passen. Want je moet eigenlijk ervan uitgaan dat alle kleine beetjes helpen en dat iedereen een stap zal moeten zetten om deze planeet mooi te houden voor de toekomstige generaties. Dat is eigenlijk wat we centraal proberen te stellen in lokaal beleid. Dat elk stuk lokaal beleid wat er langskomt, dat we daar echt met die duurzaamheidsblik naar kijken. En hoe kunnen wij nou ervoor zorgen dat dit bijdraagt aan een betere toekomst en niet leidt tot afbraak van de toekomst voor kinderen. Hoe doet Zaanstad dat eigenlijk op dat vlak qua duurzaamheid? Je zegt op alle onderwerpen gaan we kijken naar duurzaamheid. Hoe staat Zaanstad daarin? Nou ja, Zaanstad laat eigenlijk zien dat er nog heel veel werk is. Hè. De laatste doorrekeningen van afgelopen jaar laten zien dat Zaanstad de klimaatdoelen van 2050 niet gaat halen. Dat ze pas halverwege de doelstelling zijn, dus slechts 50% gereduceerd hebben van de CO2-emissies in 2050 ten opzichte van nu. Nou, we moeten eigenlijk al veel eerder klimaatneutraal zijn om die goede toekomst te kunnen garanderen voor kinderen. Dus Zaanstad doet het wat dat betreft heel slecht. En nog los van alle andere milieuproblematiek, als het gaat over stikstof, waar Zaanstad het ook heel slecht doet. Als we kijken naar al onze Natura 2000 gebieden die om ons heen liggen, zien we een enorm overschot aan stikstof. Een enorme overwoekering van stikstofminnende soorten, zoals dat dan heet. Het zijn grassen, grasaren, zien we ook veel in de publieke ruimte terugkomen, waar honden heel veel last van kunnen hebben. Als die daaraan gaan snuffelen, dat ze brandwonden in hun neuzen daaraan overhouden. Dat zijn allemaal soorten die woekeren in de natuurgebieden, maar ook in de publieke ruimte, omdat we gewoon heel veel stikstof uitstoten hier in Zaanstad. Maart 2022, gemeenteraadsverkiezingen. Wat gaat Partij voor de Dieren in hun verkiezingsprogramma zetten? Nou, we gaan heel veel dingen. We hebben net ons verkiezingsprogramma af. En we hebben eigenlijk een heel breed scala aan zaken waar we op inzetten. We zetten natuurlijk in op dierenwelzijn als topthema voor Zaanstad, omdat het zo'n onderbelicht en onderbesneeuwd onderwerp is in de gemeenteraad. Daarnaast natuurlijk milieuproblematiek, klimaatneutrale stad zo snel mogelijk, want we moeten die 1,5 graad opwarming zien daaronder zien te blijven. Dat we niet er al van uitgaan dat we dat niet gaan halen en dat Zaanstad ook voorsorteert op veel hogere opwarming met alle gevolgen van dien.
Maar we zijn natuurlijk ook veel breder. We kijken ook naar onderwerpen als de zorg, naar de woningmarkt. En alle problemen, de wooncrisis die er is en hoe we dat kunnen aanpakken. En daar zien we ook die integraliteit, die samenhang met zaken als de stikstofcrisis. Waardoor er geen woningen gebouwd kunnen worden. Dat we daar eigenlijk als enige partij van zeggen van dat moet je in samenhang zien. En je zal ook echt in die stikstofcrisis bij de wortels moeten aanpakken, wil je die wooncrisis kunnen oplossen. Nou, dat zijn een heel aantal zaken, een heel breed scala aan zaken die in ons verkiezingsprogramma naar voren komen en die we bij de verkiezing gaan inbrengen. Je zegt de wortel, je had het net al over grassoorten en dergelijke. Wat zijn nog meer de wortels van het stikstofprobleem? Nou, de wortels van het stikstofprobleem in de Zaanstreek ligt met name bij de industrie, het autoverkeer en voor een stuk ook nog bij de veehouderij in het buitengebied. Maar met name zien we dat de industrie in Zaanstad daar een hele belangrijke rol in heeft om daar heel snel hun emissies te verlagen. Net als dat als tweede factor, dus dat autoverkeer, als je een groeiende stad bent en je ziet dat er en je gaat faciliteren dat er nog meer autoverkeer bij komt, ja, dan weet je dat de consequentie daarvan kan zijn dat je die stikstof emissies niet onder controle krijgt en dat je dus ook die woningbouwproductie, die woningen die zo keihard nodig zijn, dat je die niet kan realiseren daardoor. Betekent dat ook een verbetering van de OV-infrastructuur? Zeker hier in de Noord, hè, waar we zitten, van de Zaanstreek, is het niet al te goed voorzien, behalve de trein. Heb je daar plannen over? Ja, in ons verkiezingsprogramma is ook heel helder opgenomen dat Nauwerna, Assendelft en Westzaan, dat die toch echt een stuk beter op het OV verbonden moeten gaan worden. Dat de buurtbus die er hier nu rijdt in Nauwerna, dat is eigenlijk een hele minimalistische vorm van OV. En wil je iedereen meekrijgen in dat het autoverbruik in alle delen van de stad toch echt een stukje minder kan. Hier in Nauwerna ligt dat wat lastiger dan in het centrum van Zaandam natuurlijk. Maar in alle delen van de stad willen wij dat er beter OV komt. En daar willen we ook echt in investeren naar de toekomst toe. Is er naast al je drukke werkzaamheden ook nog tijd voor hobby's? Nou, ik heb zeker nog wel hobby's ernaast. Ik ben zelf vervent hardloper. Dus dat doe ik naast mijn baan en naast het raadswerk. Ja, en dat is ook wel heerlijk om even er tussenuit te kunnen en ook nog eigenlijk ook heel veel delen van Zaanstad te zien. In de avonduren meestal, maar ook 's ochtends vroeg. Ook op momenten dat nog niet de hele stad uitgelopen is. Ja, en dat is wel heel fijn. Dat is wel eigenlijk mijn favoriete hobby naast alles. Okay, en als je dan zo door de stad heen loopt, hè, zijn er dan dingen waar je echt trots op bent binnen de Zaanstreek? Nou, ik ben vooral trots op eigenlijk hoe mooi het is dat onze stad zoveel aangrenzende natuur heeft. En dat je zo dichtbij die natuur bent, waar je er ook op heel veel plekken kan sporten. Denk bijvoorbeeld aan al die aan het Westwindpad langs Westwatering. Maar ook bijvoorbeeld het Twiske, het recreatiegebied, natuurgebied en recreatiegebied wil ik benadrukken. Want het moet niet overbelast zijn met festivals en alles, maar dat we daar af en toe rustig kunnen wandelen of kunnen sporten. Ja, daar zijn die gebieden eigenlijk heel erg prachtig voor en daar moeten we heel hard koesteren. We zitten vandaag binnen, want het waait en het stormt. Ren je dan ook of doe je het alleen bij mooi weer? Ik ben geen mooi weerloper. Ik loop met alle temperaturen en weersomstandigheden. Het is gewoon een vast moment in de week. Twee vaste momenten in de week om gewoon lekker te gaan. En, heel toevallig heb ik afgelopen week hier nog gelopen door Nauwerna. Dus dat is eigenlijk ook een heel mooi plekje. Vind je dat wij als Zaankanters trots genoeg zijn op onze regio? Nou, ik denk dat het daar wel wat aan schort. Ik denk dat veel Zaankanters vooral kijken naar de negatieve kanten. Dat hoor je zeker bij de gemeenteraad, daar hoor je eigenlijk alleen maar de slechte kanten. Dat de openbare ruimte niet goed wordt onderhouden, dat belastingen te hoog zijn, dat de stad in verval is. Terwijl er eigenlijk ook heel veel goede dingen gebeuren. En ik moet wel zeggen, ook wij benadrukken heel vaak alle dingen die nog gedaan moeten worden en alle uitdagingen waarvoor we staan en dat er echt harder doorgepakt moet worden. Maar ja, er zijn zeker heel veel dingen om trots op te zijn in onze regio. Want al was het maar het cultuurerfgoed wat we bijdragen. De Zaanse Schans is daar denk ik ook een heel mooi voorbeeld van iets prachtigs.
waar we eigenlijk heel dichtbij wonen. En waarvan we soms niet meer bedenken dat het eigenlijk heel bijzonder is dat we daar zo dichtbij in de buurt zijn. Verduurzaming is natuurlijk een belangrijk thema voor jullie als partij. Als we kijken naar bijvoorbeeld de leegstand in het centrum, wat is daar het duurzame aspect? Nou, leegstand in het centrum gaat met name over de vraag, wil je dat dan uiteindelijk gaan slopen, ja of nee? Of moet je extra gaan bouwen omdat je dat leeg laat staan? Dat zagen we in casus zoals met de Peperstraat in Zaandam. Waar het college zegt van ja, we hebben veel leegstand en er is veel achterstand qua onderhoud van veel woningen. Weet je wat, we gaan het allemaal slopen en we gaan er wat nieuws neerzetten. Ja, daarvan zeggen we van wacht even, zodra je besluit om te gaan slopen en te gaan nieuwbouwen, dat leidt tot heel veel CO2-uitstoot en verlies van heel veel materialen die nog heel goed bruikbaar zijn. Dan moet je eigenlijk een stapje terugzetten en kijken van oké, hoe kun je renoveren zodat die plekken die nu leeg staan of nu vervallen zijn, dat je die toch gewoon heel goed opnieuw in kan zetten, waar mensen met heel, ja, volle vreugde kunnen wonen. En de winkelstraten? De leegstand in de winkelstraten, is dat daar ook mee op te pakken? Ja, nee, Zaanstad is ook bezig nu met een leegstandsbeleid, om te kijken van alle leegstaande winkelpanden, heeft dat toekomstpotentie, is daar ruimte voor nieuwe winkels? En op het moment dat het antwoord daar nee is, dat daar eigenlijk op langere termijn geen bedrijven of winkels meer voor zijn die zich daar willen vestigen, dan wordt er ook nu actief gekeken naar hoe we dan kunnen faciliteren dat die winkelruimtes worden omgebouwd naar de woningen die zo keihard nodig zijn. Partij voor de Dieren. Nou zegt daar al, Partij voor de Dieren. Hoe is het gesteld bij de dierenwelzijn hier in Zaanstad? Andere dieren, vertel. Aangesteld met dierenwelzijn in Zaanstad. Ik denk dat er heel veel te winnen valt. We zien dat er heel veel. Het gaat eigenlijk over heel veel verschillende groepen. Hè. We hebben de in het wild levende dieren in Zaanstad, die in onze natuurgebieden leven. We hebben de huisdieren, waarvan we merken dat heel veel mensen tegen allerlei verschillende problemen aanlopen. Die grasaren waar we het al over hadden, maar ook als het gaat over of er voldoende ruimte is voor de honden. In de buitenruimte of er hondenbelasting speelde natuurlijk ook een enorm belangrijke rol. Maar we zien ook dat het gaat over wat we op het bord hebben en hoe we daarmee de vee-industrie op andere plekken beïnvloeden. Nou, al die componenten, en dan hebben we het nog niet eens gehad over tradities die er ook nog zijn. Bijvoorbeeld denk aan de hengelsport die in Zaanstad hele sterke wortels heeft. Waar wij ook niet gelukkig van worden, omdat het toch wel heel duidelijk is dat vissen ook leed en pijn kunnen ervaren. Net als wij mensen dat kunnen doen. Het ziet er. En dat, veel mensen die zien dat natuurlijk niet. Het is heel lastig om te zien aan een vis dat die pijn leidt. Alleen wetenschappelijk onderzoek laat zien dat vissen dat wel degelijk ervaren. Nou ja, dat zijn dingen die wij in proberen te brengen. Van hé, wacht eens even, we hebben een hele sterke hengelsportcultuur hier in Zaanstad. Maar misschien moeten we daar wel eens even iets over heroverwegen. Nu we eigenlijk pas heel recentelijk dit soort inzichten hebben gekregen over hoe vissen dat ervaren. Nou, zien we eigenlijk langs al die verschillende componenten dat er nog heel veel te winnen valt. Een prettige leefomgeving begint ook met goed onderhoud ervan. Hoe is het daarmee gesteld in Zaanstad? Wat kan daar verbeteren? We hebben wat ellende gehad met Bokashi heet dat geloof ik, gegisten. Groen afval waar heel veel aluminium in zit van blikjes en dergelijke. Daar valt wel wat te verbeteren, denk ik. Ja, onderhoud van de openbare ruimte valt heel veel in te verbeteren. Dat gaat dan bijvoorbeeld, ja, Bokashi is denk ik een heel goed voorbeeld van waar het college veel eerder had moeten realiseren dat die kostenbesparing die ze daarmee dachten te behalen, dat geleid heeft tot eigenlijk veel grotere kostenpost. Zeker als het gaat over al dat zwerfafval dat door de stad verspreid is door het gebruik van Bokashi. Dat is eigenlijk een voorbeeld van waar dingen echt niet goed gegaan zijn. Qua maaibeleid en qua uitwerking daarvan zie je eigenlijk dat er continu wordt aangelopen tegen tekorten. En dat er keuzes worden gemaakt, dat er op bepaalde plekken toch maar weer alles wordt platgereden. Terwijl dat toch niet het beste uitkomst is, nog voor het aanzicht, nog voor de biodiversiteit.
En dat is denk ik ook het jammere van de uitkomst van het nieuwe maaibeleid wat er ligt, is dat het college al heel snel zei van ja, we weten dat de raad heel graag wil dat er vooruitgang wordt geboekt op het gebied van maaien, alleen er is eigenlijk geen stuiver extra voor beschikbaar. Dat is wat ons betreft heel zonde, omdat je er zoveel, we zitten in een biodiversiteitscrisis, net als dat we in een klimaatcrisis zitten. En dat je dan als college eigenlijk helemaal niet over de brug wil komen. Dat er helemaal niks extra's wordt gedaan om echt die biodiversiteit te stimuleren in de stad. Dat vinden wij heel erg zonde. Melchior, Partij voor de Dieren. We wensen je heel veel succes bij de komende verkiezingen. 16 maart 2022. We gaan elkaar voor die tijd nog wel eens spreken. Dankjewel. Succes. Yes. Dank je.